Meneer, begreep u het een beetje? Ja. Hallo dames, waar gaat het over, deze actie? Wat? Waar gaat deze actie over? Wat het project. Dankjewel. Graag gedaan. Hallo. Stem op ons. Oké, dankjewel. Ja, de voorste, het centrum van Hardenberg zaterdag. Er lopen hier een aantal mensen rond. Met oranje t-shirts. Goedemiddag meneer. Goedemiddag. Ja, wat is de bedoeling van al deze vrolijke mensen? Wij zijn genomineerd voor een appeltje van oranje. We zijn één van de 40 projecten en we hopen dat jij op ons stemt. Nou. Ga naar onze website buddyprojecthardenberg.nl. Scroll iets naar beneden en klik dan op de knop stem. Dan kom je op de juiste pagina. Ja, dat was een mooi promotiefilmpje. Maar vertel eens, waar gaat het eigenlijk over? Wat is de bedoeling? Ach, Mohamed, please. In het Nederlands, alstublieft. Ja. Wij zijn buddies. Buddies, ja. Yes. Ik help hem te integreren in onze lokale samenleving. En lukt dat een beetje? Wat zeg je? Lukt dat een beetje? We succeed in integration? Yes, 100%. They are supporting us by teaching us the Nederland language. Ik kan een beetje Nederland. U leert de Nederlandse taal? Ja, ik kan een beetje Nederland praten, maar niet heel goed. En we doen leuke dingen. En wij doen... Jullie zijn aan elkaar gekoppeld, begrijp ik. En de bedoeling van deze actie is nog meer mensen in Hardenberg te stimuleren om zich aan te sluiten. Is dat de samenvatting van het... Aan te sluiten bij ons project en te stemmen op ons project. Oké. De 10 beste projecten gaan door naar de finale. En we staan nu qua stemmen vijfde. We moeten één plekje minimaal omhoog. Dus en hoeveel stemmen moeten er nog bij komen dan? Nou, alle projecten krijgen meer stemmen, dus dat is onbekend. Dat is onbekend. Als je maar meer hebt. Okay. En hoe reageren de mensen in de winkelstraat op jullie actie? De meeste heel positief. De meeste hebben er ook al van gehoord. Sommigen hebben ook al gestemd. Dus dat is fantastisch om te horen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou liever niet. Nou prima, dat is ieders keuze. Vrijheid, blijheid, zeg maar. Precies. Oké, nou ik denk dat het verhaal duidelijk is. Succes. Ja, mevrouw, wat vindt u van deze actie die door... Deze organisatie wordt gedaan hier in Hardenberg. Nou, ik vind dat een zeer goed project. Ja. Omdat dat voor mensen is die, die zijn niet voor niks gevlucht. Ja, u hebt daar al een begrip voor, want het is een discutabel onderwerp, hè? Ja, vluchtelingen enzovoort. Ja, dat is het zeer zeker niet meer. Ik sta daar voor 200% achter. Ja. Want ik denk zelf altijd van, als je zelf in zo'n situatie... staat, zou ik ook graag willen dat andere landen ons ook zouden willen helpen. Oké, en wat bent u nu van plan zelf te gaan doen? Ik ga zeker stemmen op het buddyproject. Oké, en dat betekent dan dat, wat kunnen jullie dan, iemand van de organisatie, als er genoeg stemmen zijn, wat betekent dat concreet dan voor Hardenberg? Dat betekent wij dat we Hardenberg in beeld zetten landelijk met het buddyproject, omdat wij genomineerd zijn voor het Appeltje van Oranje. Het Appeltje van Oranje wordt gesteund door koningin Maxima. Ja. En dan hebben wij medio mei de prijsuitreiking en dan kunnen we 15.000 euro winnen voor dit project. En wat zijn jullie dan eventueel van plan te gaan doen met die 15.000 euro? De projecten kunnen we door laten gaan waar we mee bezig zijn. Wij zijn jaarlijks bezig om circa 80 tot 100 gezinnen met elkaar te matchen. Zodat ze de mensen die op het ACC zitten en de vluchteling... goed geïntegreerd raken en goed begeleid worden in de Nederlandse taal. Dat zijn dan mensen, gezinnen uit Hardenberg, die gekoppeld worden aan families uit het... Maar zijn dat dan mensen die al een status hebben? Want... Nee, er zijn enkele statushouders bij. Ja? En die kunnen ook, als ze het willen, zich bij ons opgeven. En dan krijgen ze begeleiding. Oké. Ik denk dat het verhaal... Ik heb nog twee jonge dames tegen. Hoe heten jullie? Ik ben Fatou. En ik ben Zoe. En waar verblijven jullie op dit moment? Hardenberg, en het asielzoekerscentrum, zeg maar, hè? Ja. En waarom vinden jullie het zo belangrijk dat deze actie georganiseerd wordt? Dan kunnen veel die mensen zien dat we zijn in de ACC en sommige mensen zeggen dat we zijn zo, we gaan hun stolen of iets anders doen. Ja. Maar we zijn niet zo, we zijn echt lief van de ACC. Okay. En we willen die mensen zien dat onze hart is niet goed. Precies, dat jullie gewoon leuke jonge meiden zijn en dat jullie gewoon met iedereen contact willen hebben. Ja, en willen contact met alle mensen. En dat mensen niet raar naar jullie kijken, maar gewoon vriendelijk. Oké, het verhaal is duidelijk. Ik wens jullie veel succes. Dank je.